Hallo, ik ben Dirk en je kijkt naar het Paarmeier TV-journaal. Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Paarmeier ben ik een aantal keren naar New York geweest. Bij een aantal organisaties audiovisuele diensten gezien. Ik wilde iets anders doen met Paarmeier TV. Paarmeier TV is goed voor mij omdat ik te leed in. Het was een beetje, het was niet zo goed bij mij. En ik denk, ik kan niks... niks doen. Maar toen ik was bij een empowerment program en ik kwam voor sollicitatie naar bij Paarmeier TV. Ja, ik was ziek ja 2000 en toen ben ik altijd thuis gebleven. Ik durf de deur niet uit. Mij was het een heel onbekend terrein, dus misschien is dat ook wel juist ook goed dat je soms spontaan daarin gaat en eigenlijk niet nadenkt wat is het nou eigenlijk en dat je eigenlijk gewoon kijkt, hè, naar de mensen zelf, hè, en je kijkt gewoon waar je kunt samenwerken. Paarmeier TV geeft me een dagstructuur, want ik was weer depressief geworden omdat ik bepaalde neurologische problemen heb. En nu doe ik weer 3 dagen in de week werken bij Paarmeier TV. Wat verandert op mijn privéleven is dat ik meer sociaal contact heb, dat ik meer durven, zelfvertrouwen en meer kennis. Mijn kennis is ietsje groter geworden. Toen heb ik gehoord over een filmfestival, een psychiatrisch filmfestival Rotterdam. En ik heb meegedaan aan het festival. En ik heb 2 keer meegedaan en ik heb 2 keer prijs gewonnen. Ik merk heel veel verschil, omdat ik, als je niks te doen hebt in de week, dan word je alleen maar depressiever. En als je dan iets kan doen in de week wat je leuk vindt, wat je echt leuk vindt in plaats van borden afwassen en dat soort dingen, dan is het wel een heel groot verschil.